Goeie morgen. Hey. Jij wandelt nu zo raar bij de boer? Nee, ja, ik heb spierpijn, jongske. Echt? Ja. Van wat te doen? Ik heb een springtouw gekocht. Wat? Nee, serieus? Om te springen? Ik dacht, ik blijf fietsen. Nee, ga je toch fietsen? Dat is niet voor de moment. Zeg. Ja, maar ja, je mangt dat. Maf, hè? Ja, wat doe zeer aan mijn kuit, joh. Dat is echt niet normaal. Heb je geen middeltjes tegen spierpijn of zo? Maar nee, ik heb er nooit last van. Doe ik dat, maar nee. Ik doe niet aan sport, jij. Doe niet. Ik zou dan toch even rusten, met dat erger wordt. En, oei. Ik zal wat masseren. Dag, mevrouw. Ja, ik kom eraan even te doen. Ah, kom maar binnen. Is het oké? Okay? Ja, ça va, doe. Gewoon masseer me. Goedemorgen. Kom maar. Hallo, goeiedag. Kom maar zitten ze. Dank u. Ik ben Marie-Thérèse de Rodebeke. Ja, organisatrice van de Miss Briljant verkiezing. Oké. Amai, chique dinges. Ja, chique dinges. Alleen, er verdwijnen regelmatig spullen uit de kleedkamer. Ah, en wat voor spullen dan? Eigenlijk zo wat van alles. En dat zijn vooral waardevolle dingen. Zo is er bijvoorbeeld al dure schoenen zijn er gestolen, een chique jas. En over tijd nog heel dure lingerie is verdwenen. En een idee wie het kan zijn? Want ja, ik veronderstel dat er iemand is dat wel de kleedkamer binnen kan. Ja, maar normaal, in principe kunnen alleen maar die meisjes in de kleedkamer. Dus, Dus je denkt dat iemand van die kandidaten waarschijnlijk de dader is? Wij denken van wel. Maar ja, wie, hè? Ja, sowieso moeten we een PV opstellen. Hè? Ja, ik weet niet of jij misschien een lijstje hebt met de gestolen goederen. Ja, dat heb ik. Super. Oké. Even een bikje. Ja. Ah, dat is het. Goedemorgen. Goedemorgen. Commissaris Werkmans, heb ik dan nu juist gehoord dat u een van de miskandidaten verdenkt van diefstal? Ja. En wanneer hebt u uw volgende bijeenkomst? Wel, binnen een uur, anderhalf uur, hebben wij nog een repetitie. Mm-hmm. Want we zitten in onze laatste fase. Dat is overmorgen al, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik volg dat een beetje. Mevrouw, zou u er bezwaar tegen hebben dat de twee agenten undercover aan die repetities zouden kunnen deelnemen? Huh? Wat? Oh ja, we kunnen altijd spreken van een late inschrijving of zo. Mm-hmm. En dan kunnen zij vanuit de kleedkamer het onderzoek voeren. Begrijp je? Ja. Ja, maar dat zou ik toch graag eens eventjes hebben dat die even recht staan en eventjes over een tweer kunnen lopen. Dat kan ik toch eens zien of dat ze... Ja. Ach, mannetjes, kom aan. Ik ook hier dat wel proberen. Mevrouw. Ja, ja, nee, nee, ja. Kom maar. Begin dan maar eerst. En gewoon... Misschien eventjes zo overleven, dan kan ik dat eens... Ik weet niet hoe dat moet, hè, maar... Oké. Okay. Ja, we doen dat niet slecht. Ja, dat is helemaal niet slecht. Allee, Femke nu, hè. Moet dat nu echt, ja. Oké. Okay. Dan weer ontspannen. Ja. Schouders. Nee. Ze is natuurlijk lang en slank en dat maakt heel goed. Ja. Allee, dat is plezant, hè? Meedoen aan een misverkiezing. Allee, de repetities dan toch, hè? Dus we gaan nu naar huis ons omkleden in burgerkledij om undercover te gaan. Ja, ik ben wel eens benieuwd. Voilà, ik zal u het adres geven. Een kaartje. En ik verwacht jullie binnen een uur, anderhalf uur, op dit adres. Okay. En wees op tijd, want dat zijn we heel streng op. Ja, oké. Okay. Komt helemaal goed. Tot straks, hè? Ja. Ja, dag. En hoe was dat juist gebeurd? Gewoon ja, we zijn wat omgeslagen eigenlijk. Stom, zeg maar ja. Naast een bal gestemd of zo? Nee, hier komt de auto, hè. Ja, ik ken dat je. Ja, maar ja. Nee, ja, niet naast een bal, maar ik weet niet, ja. Stom weg. Dat is altijd stom als je zoiets tegenkomt. In uw geval meestal wel, ja. Ik ben blij dat je grote zus kan rijden als je pijn hebt aan je voet. Dat is wel heel lief, dat is wel ja, voilà. Dat is heel graag gedaan. Dan roepen, voilà. Onder een tien luistert. Er is net een vrouw gebeld en die beweert dat ze door haar taxichauffeur in zijn taxi achtergelaten in de onafhankelijkheidsstraat. Roepen van nummer 107, kunnen we ter plaatse gaan, over. Een taxi heeft een vrouw achtergelaten in de onafhankelijkheidsstraat. We gaan ter plaatse dispatchen. Is dat vrij duidelijk? Dat vind ik een heel raar verhaal. Een vrouw achtergelaten in een taxi en dan is weg. Door de taxi. Misschien moest je het niet gaan doen? Ja, of pipi of kaka. Kaka kan ook, hè. Kaka kan ook. Als het moet, ik heb het ook nog even gehad. Als het moet, dan moet het, hè.
We hebben een hele rare oproep gekregen. Hè. De dispatch heeft ons opgeroepen voor een vrouw die door de taxichauffeur achtergelaten is in een taxi in de onafhankelijkheidsstraat. Dus ja, we zijn niet zo heel ver. Dus we gaan even ter plaatse om te zien wat er aan de hand is. Hier zouden we dan moeten ingaan. Hier, ja. Dat is een doodlopende straat. Ja, wat had jij niet dan? Daar ging erachter staan een taxi, de deur staat open. Zie je het? Okay, ja. Van achter. Dat is de burgemeester. Dat is de burgemeester? Oei, natuurlijk weer lukken. Ja, oei, dus is dat niet content. Ik ben de burgemeester. Wat een verrassing. Ja. Hallo. Ja, wel. We zijn hier. Ja, precies. Ik ben juist terug van mijn citytrip in Budapest. Ja. Ik loop hier met een zonnebril in de regen. Maar dat was het weer beter, denk ik. Ja. Ik pak mijn taxi op de luchthaven. In de plaats van daar rechtdoor te rijden, slaat hij hierin. Ik snap het al niet. Hij stopt hier. Hij stapt uit. En hij loopt naar daar. En dan is gewoon weggegaan? Ah, nu al even, ja. Ik sta hier. Heb je niks gezegd? Niks. Niks. Eerst dacht ik dat hij hier een whisky ging gaan doen. Ja, dat kan gebeuren, hè, als het pingelt is, maar... Ja. Die sleutel zit er nog op, hè? Ja, ik weet het. Ik snap er niks van. En heeft hij niets gezegd of zo? Nee. Is hij naar ginder gelopen of naar ginder? Nee, naar daar. Naar daar? Ja. Ik dacht eerst van, je moet echt een piste gaan doen hier in het bos of ja, zo. Dat kan, hè. Maar dat bleek het geval niet. En hoe zag die mens eruit? Goh, peper- en zoutgrijs haar. Ja. Een blauwe genie. En opeens een grijs pulke eronder. Ja, maar veel meer kan ik ook niet zeggen. Ik zeg het wel. Peper en zout grijs haar. Ja. En een blauwe gelee. Savanne, gaan wij een keer uitzoeken waar het hier zit. Zeg, zet me eerst een keer af thuis. Kom. Dat gaat niet gaan, mevrouw burgemeester. Hoe dat dan? Nee, wij moeten eerst een taxichauffeur gaan zoeken. Maar ja. Weet je wat, ik zal even de collega's oproepen via de dispatch. Ik zal Vijnen vast een taxi sturen om u naar huis te brengen. Ja, en hoe lang ga ik hier nu nog staan? We zeggen, we gaan het kort maken. Ja, liefst goed. Dat is een heel vreemd verhaal hier. Hè. Onze burgemeester had blijkbaar een taxi genomen, maar die taxichauffeur is een verkeerde straat ingereden. En is dan in allerijl weggelopen, want de sleutel zat nog op zijn contact. Dat wil zeggen dat die mens heel veel haast had. Wij moeten echt nu die vermiste taxichauffeur opsporen. Maar we gaan ook natuurlijk wel een andere taxi bellen voor onze burgemeester, want anders moet hij wachten. En dan gaan we aan onze zoekactie beginnen. En? Ze gaan direct laten weten wie dat een eigenaar is. En ze sturen ook een taxi voor de burgemeester. Dat was wel niet goed gezien, hè. Ik ga niet te wachten, zus. En dus wij buiten even blijven wachten. Ja, ik denk niet dat best is. Okay. Allee, dat is zo eens plezant, hè? In Burger. Ja, hè. Zoals Erik en Brigitte, die moeten elke dag doen. En jij die verkikkers? Ja, dat is een sakos. De organisatrice van de Miss Briljant verkiezing zit met een divige onder haar deelnemers. Er verdwijnen namelijk af en toe waardevolle spullen uit de kleedkamer. En nu heeft de commissaris het lumineuze idee om Floor en mij als undercover op de zaak te zitten, om zo de dader te ontmaskeren. We hebben een systeem bedacht. We gaan een verklikkerspasta smeren op alle waardevolle spullen. En zo zal de dief een verkleuring op haar handen hebben zonder dat ze het eigenlijk weet. Die kleur zullen we te zien krijgen door een speciale lamp die we dan moeten schijnen. Moet hier zijn. Ja? Even. Ik zie die deurstap precies open. Allee, misverkiezing. Here we go. Toch nog in de mood komt. Ik was eigenlijk net aan het vertellen dat er zich nog twee kandidaten vandaag bij de groep gaan aansluiten. Dus, ja. Voilà. Ik ben Floor, hallo, goeiedag. Femke. Eventjes uw aandacht. We gaan nu, we gaan het proberen tenminste, elegant te lopen in avondkledij. Het is wel een repetitie, maar ik zou willen dat je doet alsof dat het voorrecht is. Dus dat moet perfect zijn. Jullie mogen bij de kleedster? Oké. Okay. Maar zeg, is dat een echte kroon? Ja, dat is een briljante bezet helemaal. Hè. Die kroon is 10.000 euro waard. Dat gift? Ja. En dat kunnen ze winnen? Dat kunnen ze winnen, ja. De misprijs uit dus haar hoofdje. Hè. Amai, ja, dat is niet slecht. Zeg, we gaan even nu die pasta overal opsmeren. Ja. Dus we moeten zorgen dat ze zeker binnen 5 minuten niet binnenkomen, oké? Ik ga even voor de deur gaan staan. Zeg, is dat goed? Ja. Okay. Ja. Zullen we beginnen? Ja, begin met die kroon, hè. Dan pakken ze sowieso waarschijnlijk wel mee.
Oh, nee, nee, nee. Goeie reflex. Hij zit dat terug. Zeg. Stel op. Zichtig. Ja, ja, ja. Zo, nee. En welke? Hier. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Goed, maar nog? Is dat kozien? Hier, hier. Deze, die chacos, twee portefeuilles. Ja. Pak dat valiesje aan de rok. Oh, hier, die schoenen, die schoenen. Ja, dat blinkt keihard. Maar zeg, loopt eens op zolak, hè. Dames, ja. Zijn jullie klaar? We hebben jullie ja. Leester verwacht. Ja, ja, ben ik klaar. We hebben op alle kostbare spullen verklikkerspasten aangebracht, dus als de dief nu toe had, dan kunnen we haar ontmaskeren. Ja. Voilà, dit is onze kleedster. Ah, ja. Ga je de twee nieuwe kandidaten even helpen? Ja, zeker. Dit is Floor en Femke. Ja, ga je er even verder mee, ja, hè? Is goed. Hier hebben we een kleurtje voor de kleedjes. Die hun kleed heeft, die mag al naar de kleedkamer verdwijnen. Vind je dit leuk? Ja. Ik vind dat wel heel schoon. Ja, dat gaat u goed. Ja, kijk, okay. Dat is goed. Meneer! Meneer! Oh! Nee, hoor. Shit. Ja. Is het ja. Oh nee! Dit kan niet! Nu is die kroon ook weg! Die kroon is gestolen! Ik ben Marie-Thérèse de Rodebeke. Ja, organisatrice van de Miss Briljant verkiezing. Er verdwijnen regelmatig spullen uit de kleedkamer. Vrouw, zou u er bezwaar tegen hebben dat de twee agenten undercover aan die repetities zouden kunnen deelnemen? Er zijn die verstikkers. Ja, die is die met zijn kosje. Oké. Okay. Goed, maar nog? Zeg, amai. Chique dinges. Zeg. Alsjeblieft. Vind jij dat? Wat zal wel zijn. Ja. Dat is toch schoon? Ik vind dat van nu wel. Draai nu zo. Ik je zo'n rondje draaien. Dat is wel echt goed. Ik heb dat op je maat gemaakt. Ik zie dat die maar snel begint, hè, jongen. Ja, ik weet niet hoe lang dat hier nog gaat duren. Maar... Oh, ik heb het hier alleen maar gehad. Er verdwijnen regelmatig dure spullen uit de kleedkamer van de deelnemers van de misverkiezing Miss Briljant. Nu, Floor en ik doen nu undercover mee aan de voorbereiding van die verkiezing. En wij hebben daarom ook verklikkerspasta aangebracht op enkele spulletjes van de deelnemsters. Waaronder ook op de hoofdprijs, een kroon bezet met briljanten. En ja, op die manier hopen wij de daders te vatten. Meisjes, mag ik eventjes jullie aandacht alsjeblieft? Wilde eventjes allemaal samenkomen hier in een groep? Samen bijeen staan? Kom maar. Ja. Kom er maar bij. Ja, ja, zijn er. Meisjes, jullie zien er allemaal prachtig uit. Maar er moet toch nog het een en ander geschaafd worden aan een defilé in avondkledij. We gaan eens proberen. De truc is eigenlijk op één rechte lijn te lopen. Even kijken hoe dat de nieuwe meisjes het doen. Floor, aan u de eer. Floor. Ja, ik wil dat wel proberen. Ja, op één rechte lijn, de ene voet voor de andere. Oh. Als je draait, nooit op je hielen draaien. Ah. Nooit. Dus je loopt zo. Ja. En je draait op de tip van je schoen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, dat gaat al vrij goed, hè? Dank je. Femke? Ja. Jij eens proberen? Ja. Alsjeblieft. Ik denk langs. Heupen niet te veel vooruitsteken. Een beetje, eleganter, ja. 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 Ja, het is niet slecht. Ja, het kan erdoor. Meisjes, dezelfde oefening, één voor één. En je blijft over de katwalk oefenen. Doe maar. En ondertussen ga ik de kroon halen. Want zodien gaan we oefenen met de kroon. En goed volgen. Ja. Loop rechte lijn, de ene voet voor de andere. Ja, top straks, hè. Ik ga de kroon halen. Deze kan niet. Nu is die kroon ook weg. Die kroon is gestolen. Oh, nee, nee, nee. Femke, ik ga die lamp halen. Ja, ja. Oh, het helemaal gat, hè. Oh, mannetjes. Politie, ga allemaal aan de zijkant staan. Ja? Jij ook. Straf, iemand heeft het gewaagd om de kroon te stelen. Floor en ik hebben er verklikkerspasta op gedaan. Dus waarschijnlijk heeft nu een van de deelnemers die pasta op haar handen. En we gaan die nu laten oplichten door een fluorescerend licht op te laten schijnen. Kom maar hier op een rij staan. Er is hier blijkbaar een dief onder jullie. En? Die van achter niks, die is van voor? Ja, ik zal die zo zien. Ik ga deze, ik zal hier de andere kant toe. Ja.
We staan hier bij de taxi die de burgemeester deze morgen van de luchthaven naar huis moest brengen, maar die heeft dat niet gedaan. De taxichauffeur is plots een straat... Hij is weg. We hebben juist een taxi nog teruggevonden. En hoe heet die persoon naar wie dat gebeld? Mark. Oké. Okay. Lotte. Ja? Waar zit je? Hier. Ah, het is Mark. Wacht. Ja. Oké. Okay. Mark aan de lijn. Nee, dat is taxibedrijf. En zij proberen Mark te bellen en de gsm is van Mark. En weten ze waar dat een chauffeur is? Weet jij waar dat Mark nu is? Weet jij waar Mark nu is? Oké. Okay. Oké, maar ja, bon. Oké, dat komt in orde. Wij gaan ze even aan de gsm bellen. We gaan nog even verder onderzoeken. Oké? Okay? Dank u. Dus je weet nog niet dat... Dus die telefoon ligt in de auto. En blijkbaar is hij van Mark. Want die zeiden, hallo Mark. Oké. Okay. Dus de gsm is van Mark. En Mark is ribbedebi. Want zij proberen Mark ook al de hele tijd te bereiken. En die is eigenlijk niet gemeld bij nee, de taxicentrale? Nee, ze weten niet waar het hem zit. Dat is niet simpel, hè? Ja. Alpha 110 luistert. Er zou in de binnensteenweg, terug van nummer 717, een man zware ruzie aan het maken zijn. Kunnen jullie de plaats gaan over? Welkom, wij gaan erop af. Ja, maar we zijn wel met een taxi bezig. Ja, pak die sleutels ervan, we doen die op slot en we pakken die gsm mee. Sneller? Ja, maar ja. Auto vast? Ja, doe dat vast. Hey, kom aan, cool, wat sneller. Hoor je dat? Dat is een taxichauffeur. Hé, meneer! Ik heb mijn vrouw zien binnengaan. Je moet hier normaal niet zijn. Ik weet wie dat die wordt. Okay. Ik weet wie dat die vent is. Oké, rustig. Jij bent Mark? Ja. Uw taxi staat aan de straat verder? Ja. Ik heb uw klant gewoon achtergelaten. Waarom? Ja. Ik was hier met die klant en ik zag mijn vrouw op straat en ik zag ze hier binnenwandelen. Die moet, normaal zit hij op cursus. Ik wil weten wie dat is. Ik wil weten wat dat mijn vrouw hier doet. Okay. Merk, hetzelfde geld is dat mijn vrouw lijkt. Nee, dat was mijn, ik ken mijn vrouw. Dat was mijn vrouw. En wie zeg jij? Oké. Okay. Jij gaat even nu... Wie is dat? Ja, we gaan er direct mee... Dat gaan wij vragen. Okay. Jij moet even kalm zijn. Meneer beweert dat zijn vrouw hier binnen gaat. Ik ben hier alleen thuis. Jij zit alleen thuis. Is voor de rest niemand aanwezig? Nee. Oké, okay, dan ga meneer... Ga even stil ik zijn. Ik heb zijn zus zien binnenkomen. Oké. Okay. Heb jij meneer ooit al gezien? Ik heb hem nog nooit gezien zitten op mijn raam te bonken. We hebben een taxichauffeur teruggevonden, hè, dat onze burgemeester zonder boe of ba in zijn taxi had achtergelaten en sindsdien nog een spoorloos verdwenen was. Die beweert dat hem zijn vrouw de woning had zien binnengaan terwijl zij een cursus aan het volgen was, volgens hem. Nu, die man dat hier woont, die beweert van niks te weten en ik heb ook de neiging die mensen geloven. Oké, okay, maar nee, we gaan rustig. Nee, ga je ook rustig blijven, we moeten gewoon even zien. Dus je gaat vast op. Hey! Allee! Hey! Shit. Kom, heb je de sleutel aan mij? Ja. Dan ga je gewoon achter ons. Dus ja, laat uw handen maar zien. Heel de, ja, wat meer zo, hoppakee. Ja, draai om. Ja, zo, voilà. Ja. Ja, de kroon van 10.000 euro is dus geprikt. En een van de meisjes heeft het gedaan en we gaan zo meteen weten wie. Nu is het wel jammer dat de undercover actie nu gedaan is, want ik had nog graag even doorgegaan. Allee, we zullen niet zien, hè. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Beetje lager. Ik denk dat we prijs hebben, Floor. Serieus? Brigitta! Ja. Jij? Oh, dat had ik nooit niet verwacht. Ja, overduidelijk. Kom maar mee met ons. Ja. Mevrouw, jij kunt de rest van de kandidaten bezighouden. Ja, ja, ja. Volg mijn collega maar. Goed. Bon, Brigitta. Liegen heeft geen zin, hè? Dat is duidelijk. Dus ik zou het appreciëren als je ons al even vertelt waar je die kroon hebt verstopt. Waar? In de roze tas. In die roze zak? Even zien.
Ah, oh, schoon. Ja, heel schoon. Wauw. En wat zit er hier nog in? Kettingen, armbanden. Is ook niet van u zeker? Nee. Portefeuille? Nee? En wat heb je nog allemaal meegenomen? Het ligt allemaal bij mijn thuis. Maar je begrijpt het niet. Een mes moet er altijd mooi uitzien. En meestal moet je dan dure dingen dragen. En ik kan me dat gewoon niet veroorloven. En daarom heb ik dat zo gedaan. Hmm. Dus jij dacht, ik ga dat even stelen? Dat was echt niet zo gepland. En? Heeft ze bekend? Yes. Alles ligt hier. Ja, het zal echt niet meer gebeuren. Het spijt me. Het was echt niet, moest niet zo uitgelopen zijn. Sorry. Jij bezorgt vandaag alle spullen terug. Daarna wil ik je nooit meer zien. Je bent gedisqualificeerd. Kom, ik ga een ploeg bellen om maar te komen ophalen of naar een bureau te brengen. Heb jij nog een jas of zoiets? Ja, pak maar. Oké, dan gaan wij aan de buiten. Is je zak? Ja. Ja. Er is een plaatsje vrijgekomen. Interesse? Voor hier? Ja, voor hier, ja. Of? Ja. Ik heb gezien dat je heel veel talent hebt en heel veel goesting. Kom morgen maar naar de repetitie. Oké, is goed. De commissaris beseft niet hoeveel plezier hij mij heeft gedaan met deze opdracht. We hebben de dief te pakken gekregen dankzij de verklikkerspasta en alle spullen worden terugbezorgd. En ik mag mijn kansje wagen bij de misverkiezing. Hoe cool is dat? Oké. Echt eigenlijk ook veel. Rustig, Mark. Hey, gewoon rustig. Hier, kom maar. Jij bent gauw dan een keer gewoon hier blijven staan. Ken jij meneer? Is dat uw man? Gewoon rustig, oké? Okay? De taxichauffeur die de burgemeester zonder één woord heeft laten staan, die stond hier als een bezeten op die deur te bonkeren. En hij wist ons te vertellen dat hij had gezien dat zijn vrouw hier was binnengegaan. Nu, de eigenaar van de woning die hem beweert dat die vrouw hier niet zit, dat hij die vrouw niet kent. Nu, ja, die vrouw zou normaal op cursus moeten zitten. Maar nu, wat blijkt, die vrouw is hier wel binnen. Hè? Ik ben eens benieuwd wat er hier aan de hand is. Ken jij mijn vrouw, meneer? Dat is mijn vrouw, natuurlijk. En jij die binnengelaten? Ken je niet? Maar ze zat wel in uw huis, hè? Nog nooit gezien. Dus, oké, okay, bon, wacht. Mevrouw, zijn ik erover, zijn jij er binnen geraakt? Ja. Weet je, wel, mijn man, hè, die komt elke avond van zijn werk thuis en die heeft dan klanten opgepikt aan de luchthaven en dan vertelt hij een heel zijn verhaal over de schoon reizen dat die hebben gedaan en hoe groot dat die reizen allemaal wel waren. En wij zijn alleen nog maar naar de zee geweest, hè. We hebben nog nooit de vlieger genomen. Wij kunnen dat niet betalen met de centen dat wij verdienen. En ik was dat beu. Ik wil ook eens graag zo'n reis doen. Hmm. En ik dacht, ja, ik zal gaan inbreken, hè, en dan kan ik centen en nou, waardevolle spullen stelen voor die dan te verkopen, dat wij ook eens op reis kunnen gaan. Dus jij hebt hier ingebroken bij meneer, om zijn gerief te pikken, om daarmee geld te verdienen, om ook op congé te kunnen gaan. Omdat uw man verhalen vertelt over verre reizen. Ik dacht, ik ga bedriegen, sorry. Sorry, ja. Ik wil ik graag met jou ook eens zo'n schoon reis doen, hè. Jij vertelt niks anders. In die zak, wat zit er daar nu in? Mm-hmm. Ja. Okay. Zijn dat spullen van u? Dat zijn de juwelen van mijn moeder. Dat zijn erfstukken. Ja. Dat doe je toch niet? Ik wou dat verkopen als oud goud, hè. Er zijn andere manieren om... Ja. Om... Hey. Bon. Ik denk dat jij mee naar een bureau mocht komen om dat allemaal een keer uit te leggen te gooien. Ja, sorry, we het ongemakken een beetje, maar ik denk, meneer, wij gaan mevrouw meepakken bij ons. Als je wilt, kun je achterkomen. Maar ik denk niet dat je direct naar een tropisch eiland op congé. Ik denk dat ze er bij ons even op congé mogen mogen. Dat denk ik ook. Kom maar mee. Mevrouw die wil graag een keer met haar man op reis, omdat hij altijd verhalen vertelde over zijn klanten die verre reizen hadden gemaakt. Mevrouw had daar niet genoeg geld voor, dus heeft ze besloten om wat te gaan pikken om aan genoeg geld te geraken. Dat kan echt niet door de beugel. Dat is nu ook tegen de lamp gelopen en die verre reis die zal er voor het eerst niet in zitten.